Wij hopen het wel, ja. Wij zijn nu gesprongen. Wij gaan leren, experimenteren en zien hoe en of het werkt. Het zal werken. Maar wij zouden graag onze volledige vloot, in stappen weliswaar, overschakelen. Wel, deze truc, en dat is het voordeel van de eerste, gaan we point-to-point inzetten. Dus tussen onze magazijnen en de site van Atlas Copco. Die sites liggen niet gigantisch ver over van elkaar. Dus de truc kan de ganse dag de shuttle doen en s'avonds wordt die dan opgeladen. Ja, op de site waar wij de logistiek voor Atlas Copco regelen, liggen zonnepanelen op het dak. Dus een deel van de stroom waarmee deze truck wordt opgeladen, zal nog van die zonnepanelen kunnen komen. In de mate dat het nog licht is, momenteel staan er daar geen batterijen, maar we hebben wel batterijprojecten opgezet om die flexibiliteit te kunnen inbouwen. Kijk, wij zijn niet getrouwd met technologie. We denken dat elektrificatie zeker en vast een rol kan spelen. Maar wij staan ook zeer open om andere technologieën. Waterstof, iets dat nog niet is uitgevonden, maakt niet uit. Om daarmee te experimenteren. En ik denk dat voor de verschillende transportmatrixen, lange afstand, korte afstand, shuttles, internationaal vervoer, dat elke toepassing zijn eigen technologie wel zal krijgen. Als het kan, schakelen wij morgen 100% over. Maar er is niet genoeg energie in België. Er zal een zeer groot tekort zijn tegen 2029, waar dat ik tot op vandaag nog geen oplossingen heb horen komen vanuit de politiek. En het transport en het distributienetwerk moeten gigantisch snel worden opgeschaald en aangepakt worden om, als die energie dan ooit geproduceerd wordt, om ze tot bij de oplaadposten van de trucks te krijgen. En daar zie ik helaas dat de autoriteiten en de overheid veel te traag aan het schakelen zijn.